Welkom op onze persconferentie. Zijn er Duitse journalisten in de zaal? Any German journalists? Nee, dan hebben we geen vertaling nodig. Vraag voor de coach, alsjeblieft. Ludo, wacht even op de microfoon. Of die werk nemen? Nee, oké. Okay. Ludo. De bedoeling was om onze aanvallende mensen voorin te kunnen houden met Charles en Noah. Rond Bas. Omdat we in die tweede helft in Leipzig met Noah op de linksbak hebben gespeeld. En met onze rechtsbuiten ook op de bak, omdat we wisten dat ze hoog gingen komen. Dat was de bedoeling. Ja, uiteraard. Dus, het verhaal van de tweede helft bleek beter te zijn dan, maar dat je dan toch meer aan voetballen komt en meer diepgang voorin hebt. Ja. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Uiteraard. Dat zijn mijn keuze om het op die manier te doen. Niels? Coach, heb je overwogen om sneller in te grijpen? Ik heb dat overwogen, ja, maar... Ja. Dat is ook niet zo evident allemaal, naar heel de dynamiek van spelers en een verhaal toe. En ik weet niet of dat ook zoveel had veranderd in deze wedstrijd. Had je de spelers mee? Ja, spelers waren mee. Vooral waren gretig gisteren op die training. En dat was goed ook. Maar vandaag... Ik denk niet dat je er alleen een tactisch verhaal van moet maken. Ik denk dat vooral ook een verhaal is van duelkracht en die duels te winnen en die verticaliteit van Leipzig niet er kunnen uithalen. Ondanks dat we met drie jongens centraal stonden. En dat hebben we nagelaten ook in die eerste helft. We wisten waar Leipzig voor stond. We hebben die ervaring gehad, Ginder. En het op een heel goede manier gedaan en opgevangen en ook een pijn gedaan. Maar in de eerste helft is dat totaal mislukt. En in de tweede helft was dat beter. Je kunt ook misschien zeggen dat Leipzig ook minder die drangen en minder die kracht had naar voren dan in de eerste helft. Dat kan ook. Niels. Ja, nee, maar dat is zo. Dit zal waarschijnlijk dan de grootste teleurstelling zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik nu te neergeslagen ben en dat ik hier alles opgeef. Ik weet hoe snel dat dingen in voetbal kunnen gaan. En dat heeft allemaal met karakter te maken om direct terug op te staan. Ik wil dat ook nu doen. Direct, nu. Voor mij zou het liefst zondag zo snel mogelijk komen om die wedstrijd tegen Genk te hebben en daar recht te staan. Want... Dat is voetbal. Je kunt tegen de muur lopen, zoals vandaag. Maar als je op de goede manier reageert, als groep, dan kan het ook heel snel anders. Want jongens hebben ook bewezen de voorbije maanden, voorbije jaren, dat ze de kwaliteiten hebben om veel meer te doen dan wat ze vandaag hebben laten zien. Junior. Nee, ik pak niks persoonlijk. En supporters betalen hun tickets. Hebben recht om te roepen wat ze willen. Dus nee, ik neem zulke dingen nooit niet persoonlijk. Nee. Ludo? Ja, en waarom ben je dan niet? Omdat ik denk dat dat ook voor de dynamiek van de rest van de groep ook niet zo leuk is dan op dat moment. Ik denk ook niet dat dat de wedstrijd had gekeerd dan dat we dan ineens vandaag wel hadden gewonnen. Ebi. Bonjour. C'est difficile en quelques mots. Nous n'avons pas commencé bien le match dans les duels. Nous avons perdu presque tous les duels au début. À cause de ça, je pense, manque de confiance après. Aussi avec ballon, mais aussi dans les duels. Tu encaisses plusieurs buts et ça tombe. Tout le monde tombe ensemble. Et après le mi-temps,
et la chance de parler avec les joueurs, ils ont réagi. Ils ont réagi. Plus le deuxième mi-temps, dans les duels, et aussi avec le ballon qui était mieux, mais pas assez pour retourner dans le jeu. Mais avec 0-4 à mi-temps, c'est aussi presque impossible. Oui, mais nous devons maintenant concentrer nous-mêmes à Genk, ce match. Ça, c'est important. Et pas le match contre Paris. Maintenant, on doit réagir à Genk et prouver que nous sommes un club, un noyau, un staff avec des autres qualités que nous avons prouvées aujourd'hui. S'il vous plaît. Paris. Ja. Ja, zeker. Dit voelt zo aan op dit moment. En crisissen zijn om eruit te komen en hard aan te werken om dat om te draaien. Ook omdat in het verleden, de voorbije maanden in momenten, maar de voorbije jaren zeker andere dingen bewezen zijn. Dus potentieel is er. En daar gaan we hard aan werken om dat zo snel mogelijk terug boven water te krijgen. Niels? Ja, maar nieuwe formatie, wat wil je dan zeggen? Als we met twee centrale verdedigers hadden gespeeld, dat we het wel hadden kunnen afstoppen. Nu waren het er drie. Dat is gemakkelijk achteraf. Ik denk tweede helft zijn we ook met drie blijven spelen en dan hebben we het wel veel beter gedaan, maar dan was er meer diepgang voorin. Dus ja, het zijn keuzes die ik heb gemaakt en blijken achteraf gezien de verkeerde keuzes geweest te zijn. Laatste vraag, Stefan. Nee, we hebben juist aangepast om hen pijn te doen vandaag. Niet om de tegenstander af te stoppen, want dan hadden we met een verdedigende elftal aan deze wedstrijd gestart. We hadden de bedoeling om hem pijn te doen. Maar daar zijn we niet in geslaagd mee in het begin van de wedstrijd. Die duels te verliezen, die doelpunten te incasseren en dat je het vertrouwen dan ziet naar beneden gaan. Maar je kunt niet zeggen dat we ons aangepast hebben... Om de tegenstander, als je begint met Bas Dos diep en met Charles de Ketelaar en Noah Lang er heel kort bij. Dus dat was de bedoeling om hen pijn te doen. Maar daar zijn we niet in geslaagd in de eerste helft. Dat klopt. Oké, dank u wel.